De initiatiefnemers voor de herdenking van vakbondsleider Ronald Yoweni Abaisa hebben vandaag een petitie ingediend bij waarnemend president Ronnie Brunswijk. Het was gisteren, zondag 27 februari, precies 49 jaren geleden dat de vakbondsleider werd gedood door de politie bij een actie van werknemers van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst. De initiatiefnemers, namelijk het platform FITI, Royal Fima Pansu en Sabana Pitti, willen hiermee aandacht vragen voor het werk van Abaisa. Na zijn dood werd een gedenknaald voor Yoweni Abaisa vervaardigd en geplaatst aan de zijkant van de plek waar hij in Gravenstraat werd vermoord. Deze is niet lang daarna weggehaald door de politie. De gedenknaald ter nagedachtenis aan deze grote zoon van Suriname, die voor de vakbondstrijd zijn leven liet, is vervolgens verplaatst naar de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhoevenbrugstraat en staat sindsdien verscholen achter het standbeeld van Kwaku. Het weghalen van de gedenknaald van de plek waar Abaisa werd vermoord en de achtergestelde positie van de gedenknaald wekt de indruk dat wij Surinamers en de regering van Suriname geen acht hebben voor deze man, Yoweni Abaisa, die werd vermoord om zijn strijd voor lotsverbetering en tegen onrecht, zijn strijd voor een beter Suriname. Wij roepen u als regering van de Republiek Suriname op om deze grote zoon van Suriname, Yoweni Abaisa, in ere te herstellen. Door de gedenknaald ter nagedachtenis aan hem te doen verplaatsen naar waar deze eerst stond, namelijk aan de zijkant van de plek waar hij in de Gravenstraat werd vermoord. Ook willen de organisaties dat het pleintje voor de Surinaamse Bank, de omgeving waar de moord heeft plaatsgevonden, wordt vernoemd naar deze vermoorde vakbondsleider, namelijk Yoweni Abaisa Plein. Brunswijk wil ook dat Abaisa de waardering krijgt die hij verdient. Ten derde, namens de staat Suriname de officiële verontschuldiging aan te bieden aan de familie en nabestaanden. In de volle overtuiging dat u gehoord zult geven aan onze oproep, gaan wij over tot de orde van de dag. Ik was een kleine jongen. En toevallig was deze Yoweni Abaisa een familielid van mijn moeder. En ik was een kleine jongen en toen kwam het bericht door meneer Blakkeman Abaisa. Ik zou hem nog zo zien, hij heeft een bus gestapt en ik zei van de Kira Abaisa. Is nog bij mij gebleven. Ja. Dus in ieder geval wij als regering, als nieuwe president van de Republiek Suriname, heb ik die petitie in ontvang genomen. En dit wordt dan besproken in de regeringstop. En vervolgens zullen we u dan weer berichten hoe verder met wat we hier niet neergepen. En dan wordt een besluit genomen, dan hoort u dat. Ja, maar ik ben blij dat er toch maar Surinamers zijn die zich ontfermen over de geschiedenis van ons land. En vooral mensen die hebben gestreden voor lotsverbetering voor arbeiders. Om, niet te vergeten, Yoweni Abaisa was een van deze strijders. En ik als Wanyu president, ook afkomstig uit hetzelfde dorp van hem, Odolo, wil ik me hier sterk maken om inderdaad dat dit een rechtvaardige move is van deze organisatie om inderdaad te eisen de plek van deze grote Suriname, deze hel. De initiatiefnemers voor de herdenking van vakbondsleider Ronald Yoweni Abaisa hebben gisterochtend na een stille loop een krans gelegd bij het gedenkteken van Abaisa. Gisteravond is er een lezing gehouden over de vakbondsleider Yoweni Abaisa.